De Stichting Beauties of Suriname Pageant heeft gisteren in Courtyard by Marriott een homecoming event georganiseerd voor Jalissa Pigott. Pigott is gekroond tot Miss Tropical Beauty Suriname 2016 en is gekroond als de second runner-up van Miss Supranational 2016. Het is Miss Jalissa Pigott gelukt tot de top 3 door te dringen. Uiteindelijk moest ze het afleggen tegen Venezuela, die als first runner-up werd gekozen. De winnares van Miss Supranational 2016 werd Miss India. De 8e editie van de verkiezingen van dit beauty contest is in de avond van 2 december gehouden in Polen. Tijdens de galaronde die avond wist Pigott de titel Miss Photogenic in de wacht te slepen. Tijdens een persconferentie had de pers de gelegenheid vragen te stellen aan de missen en mister van Tropical Beauty Suriname die afgevaardigd zijn dit jaar. Miss Tropical Beauty Pigott over haar ervaring in Polen. Ik heb Suriname op mijn schouders gedragen. En ik vond het een geweldige ervaring om daar te staan tussen 71 verschillende landen. Het was best wel zwaar, maar mijn omgeving maakte het lichter. En de support die ik natuurlijk heb gehad van Suriname. Ik heb 2,5 week slapeloze nachten gehad, maar it was all worth it. Ik heb natuurlijk mijn uiterste best gedaan en alles gegeven. En op 2 december werd ik de second runner-up. Ik belandde in de top 5 en ik vind het een geweldige prestatie omdat Suriname voor het eerst op de kaart is geplaatst tijdens een beauty pageant. Ik heb ook daar heb ik mijn Love Yourself movement mogen sharen. Self-love is the key to success, as I always say. En ik ben blij dat ik mijn platform heb mogen uitdragen daar. Jalissa Pigott, Miss Tropical Beauty Suriname 2016. Volgens Rocher Kiyuasen, Mr. Supranational Suriname, heeft hij Suriname ook mogen vertegenwoordigen in Polen. Op 3 december heeft hij onder de naam Tropical Beauties meegedaan aan de Mr. Supranational 2016 verkiezingen in Polen. Onder 37 deelnemers was ik de jongste en ook de kortste. Zo jammer, maar dat heeft me niet tegengehouden, want ik was daar voor Suriname. En om Suriname en de organisatie van Tropical Beauty hoog te houden, heb ik toch mijn best gedaan om Suriname op de kaart te blazen. Het waren ook slapeloze nachten voor mij. Minder geslapen, maar ik heb toch mijn best gedaan. Jammer genoeg ben ik niet in de prijzen gevallen, maar dat zal mij niet tegenhouden, want het is pas het begin en ik zal verder gaan. Ik heb heel wat plannen, maar ik zal me nu even focussen op mijn studie. Rocher Kiyuasen, Mr. Supranational Suriname. Hij sprak gisteren bij de homecoming persconferentie van Miss Jalissa Pigott, Miss Tropical Beauty Suriname en second runner-up Miss Supranational 2016.